Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator Classic, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag, dames en heren, gaan wij rijden van Karlsruhe naar Staatsburg. Bonjour, hello, boarding to start and get your train ready for departure. You are running non-stop to Strasbourg and apart from the rain, everything else is running smoothly, with only minor delays on the S-Bahn lines. Nou, dat is in ieder geval goed, hè? We moeten niet meer vertraging te maken hebben. We doen even die deur open. Ik wil zeggen, ik kan deze nog eventjes aan. Dit is de trein nou iets met... Oh, cool. Even op PCB. En TVM. Oh, hij heeft de Zandbrengsong. Alles heeft hij erin zitten, hoor. Cool spul. Nou. Dat is Siva. TVM. Volgens mij is dit, dacht ik, de TVM, dacht ik. En ik denk dat ik liever even zonder rij, denk ik. Tenminste, voor mij is... Volgens mij staat LCB, die staat hier al aan. Tenminste, als het ding LCB heeft, maar daar gaan we zo meteen even achterkomen. Maar... Eerste keer dat ik in ieder geval met dit stukje rijd. Ik heb deze route een tijd geleden van Rupke gekregen. Dus ja, dat is op zich wel eventjes leuk om het toch even uit te proberen. En waarom niet in career modus. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Ik heb deze trailer nog nooit gereden. Dus ik weet ja, ook niet helemaal hoe hij hoort te werken. Maar ik neem aan dat wel een beetje goed gaat komen. Nog even een bedankje naar mijn tier 3 subscribers, natuurlijk Rob Jansen en Nicola van Bimmel Nederland 2. Bedankt voor jullie support aan mijn kanaal. Even kijken. Front zijn we dan verder aan. Het is hier lekker druk in Karlsruhe in ieder geval. En als het goed is, moet ons zijn zometeen op groen gaan. En dan kunnen wij zometeen gaan vertrekken. Tenminste, dat is het idee van het verhaal. En dan gaan wij direct naar Strasbourg gaan we heen. Dus dat is wel... Even kijken. En marche, bon voyage of zoiets dergelijks. Ik weet allemaal niet wat het betekent, maar ik geloof het direct. Dit is ook AFB enabled. Hartstikke mooi. Let's drive. Nee, niet... 36 vind ik ook wel een hele bijzondere en 41. Waarom 42? Al een hele bijzondere. Nou, even PCB doen. Ja, zoek beeinflussung. Nou, laat al 39 zijn, ik vind het prima. Het is wel een vrij gevoelige cruise control. Dit is de laatste reverse, daar kan ik in ieder geval mee. Nou. Cool, dan zat hij precies op 60. Je moet wel heel erg... hoe moet je dat zeggen? Heel krapjes ben je aan het... tractie geven met dit ding. Maar goed, ik hoop dat we zo meteen even lekker wat sneller kunnen en dan zien we wel waar deze trein strandt, om het zo te zeggen. We kunnen ook hierin zitten trouwens lekker. Passagiersgedeelte waar het in regent, zoals jullie kunnen zien. Het regent wel vaker in het passagiersgedeelte. Een beetje een lek, denk ik. Ja, heel vervelend. Kan gebeuren. Wij mogen zo meteen snel als het goed is. Dus dat hoop ik. En ik had nog even op de map gekeken waar het ongeveer allemaal ligt. Het ligt niet heel ver van elkaar af in ieder geval. Dus dat is altijd goed. Oh. Ja, ik zit wel hierop. Vind ik goed. Straks is morgen 160, dus nog mooier. Mag ik even een keer vol tractie geven? Hoppakee. We need full power, please. I need more power. Give me more power.
even de muis uit het beeld halen. Dus even kijken wat deze route allemaal voor ons te brengen heeft in dat geval. We mogen zo meteen nog even 160. Dat is trouwens ook het maximale wat je volgens mij met A of B mag rijden. Al is de trein daar een klein beetje anders over. Zo, 160. En dan scheuren we zo meteen, als het goed is, iets voorbij dat heet Forchheim. Forchheim, denk ik. Ik denk dat het mooi is om hier nog even een drive-by te doen. Maar eerst voor de zekerheid even een screenshotje. En dan gaan wij even bij de station doen, wel even een drive-by. Zijn er staan in ieder geval nog allemaal mooi op groen. Dus dat is Gucci. Zullen we aan de overkant gaan staan? We staan altijd aan hetzelfde bron als waar we voorbij komen. We gaan... Of course, natuurlijk gaan er in één keer mensen voorbij lopen. Dat is echt niet leuk. Sloot die pantograaf nog terug en dan is de bovenleiding hier. Oh, niet meer. Dus het pantograaf sloopt niet de bovenleiding. Wat fijn dat het allemaal mogelijk is. Zou dit ding niet op D moeten staan? Zo. Ik heb verder geen idee wat de verschillen zijn. Ik ga eens even kijken. Wat zou er gebeuren als ik hem hierop doe? Oké, dat gaat dan leuk. En dit dan? Oh, dan gaat de voorste pantograaf omhoog, I guess. Ja, en nu is het deze pantograaf. Ik denk dat dit dan, weet ik veel, normaal zou zijn. En dat de S alleen nodig is op hele hoge snelheidsdingen of zo misschien. Ik zou het oprecht niet eens weten eigenlijk. Dat is misschien wel een klein beetje slecht. Maar ik hoop dat we straks wel wat sneller kunnen gaan rijden trouwens. Dus even kijken, we moeten nog wel een stukje. En hoe laat moeten we daar in Straatsburg zijn? 10 uur 28 moeten ze zijn. Nou, een klein half uurtje, dan moeten we er zijn. Even kijken, natuurlijk hebben we nog wat comments van de vorige keer hebben we ook nog over. Toen reden wij Sprinter 4433 naar Deurne. Eens even kijken wat voor comments daar nog bij waren geplaatst. We beginnen met de comment van Poppies, denk ik maar zo dat ik het deze keer moet uitspreken. Ik kreeg deze video in mijn recommend section. Ik klikte erop omdat dit een trein is die ik bijna dagelijks gebruik om naar school toe te gaan. Erg leuk om deze supernaut te zien. Ja, dat maakt het ook wel leuk hè. Als je dagelijks ergens voorbij komt en je ziet bijvoorbeeld hoe of wat, hoe het in de simulator eruit ziet. Dat is natuurlijk alleen maar mooi om te zien natuurlijk, dus dat snap ik wel. Eens even kijken, daar komt volgens mij een tegentrein aan. Oh, die is mooi aan het stoppen. Dat is een stoppetje. Maar wij gaan mooi lekker door hier. Doei doei. Er staat ook wat spam tussen de comments, maar die verwijder ik er nu even tussenuit. Niels Jansma, leuk gereden in bliefjes. En Bert van Münster, traject is erg mooi geworden.
Alleen best ziet er niet uit. Het zal wel aan TS liggen. Nou, soms moet je natuurlijk ook roeien met de objecten die je hebt in dit geval natuurlijk. Hè? Dat is ook heel erg belangrijk om te weten. Ik vraag me oprecht af of we nog een stukje krijgen waarbij wij iets sneller mogen rijden zometeen. Of dat we met deze snelheid eigenlijk gewoon moeten gaan doen. Oh, we moeten zometeen ook afremmen ook nog. Zie ik al wel. Nou, dat maar eerst even doen. Eventjes mijn, hoe het erbij houden? Mijn gedachten even erbij houden. Hoezo heb jij in één keer last van een sturing dan? Ik rem alleen een klein beetje. Dat is niet zo gek, joh. Waarom sturing jij dat als ik ga remmen? Doe eens niet. Doe eens niet sturingen. Oh nee, zoekbeïnvloeding is hier niet voor nodig, hè? Zo, het is wel voldoende nu. Nou, dat komt voornamelijk omdat we langs een station in moeten. Waar we voor afremmen. Zo, nu gebruik ik even deze remmen. Als het goed is, geldt dit zijn niet voor ons. Nee. Nou, kunnen we mooi even door dit stationnetje heen rijden. Door Rastad. En daarna kunnen we 160 km per uur gaan rijden. Al zal het mij niet heel veel verbazen dat je hier maar maximaal 160 rijden mag. En niet hoger dan dat helaas. Want als je een beetje gaat rekenen, wij moeten nog 60 km rijden momenteel. En als je 160 km per uur gemiddeld rijdt nu, dan red je het op zich wel. In een half uurtje dan, hè? Eens even kijken, dan hebben we de volgende comment, die is van Ari Delen. Goed gereden, ik geniet altijd van jouw video's. Dat is in ieder geval wel fijn om te horen. Spoorwegen Nederland, op welke website heb jij de Raildrive Train Control gekocht? En bezorgt die ook in Nederland? En is dit nog beschikbaar op de site waar je hem hebt gekocht? Jeetje mina, dat is wel een hele poos geleden. Oh, we mogen wel sneller. Want die hebben toen nog bij bol.com heb ik hem gehaald zelfs. Maar ik denk niet dat hij daar nog langer beschikbaar is. Helaas. Ik hoor momenteel trouwens wel dat we zometeen iets van LZB krijgen. Want met PZB gaan we die snelheden niet redden, ben ik bang. Even kijken. Ik zie hier wel de lijn van de LZB. Oh, hier zo meteen? Niet. Waar, oh waar, is het LZB-bord?
Want ik kan niet zomaar sneller gaan rijden, volgens mij. Ofwel. Oh. Schijnbaar boeit deze trend er totaal niet. Bijzonder. Of wil ze mij zo vertellen dat deze trein geen... ik zie hier wel dit oerteken staan. Die is er wel. Dit is SIVA. Dit is PCB. Aha! Oh. Dat wist ik dus niet. Ik had de LCB aan moeten zetten met control. Hoe dat? Met control 7. Dat ik de LCB apart mee aan moet zetten. Dat maakt niet uit. Gelukkig vindt de PCB het verder niet erg dat wij ja, schijnbaar zo dondersnel rijden. Misschien dat we er later nog last van krijgen, maar dat weet ik niet zeker. Laten we in ieder geval hopen van niet. Even kijken. Brandon Dammers. Altijd leuk om een nieuw filmpje te zien. Jammer genoeg mis ik elke keer de livestreams. Nou, dat is niet erg, Brandon. Ik bedoel, je kunt livestreams gelukkig altijd wel terugkijken via YouTube. Dus, Ietje, de mensen in de flirt hebben overnachting voor Nob. Mooie video, Boefje had er wel goed vaten. Klopt inderdaad, ja. Die ICNG, die reed ons mooi voorbij, inderdaad. Eens even kijken. Joris Trainen fan zegt, leuke video. Dat zegt trouwens Frankenveen ook, een mooie video. Dan hebben wij René Gubbels. Liefjes leuke reden met SLT van Den Bosch naar Eindhoven met als tussenstops Vught, Boksel, Best en Eindhoven-S. Helaas was je op Best en Eindhoven net een minuutje te laat, maar overal wel netjes op tijd. Is het idee om de volgende keer dit scenario helemaal te rijden tot aan Deurne? Dat gaat niet en dat heeft gek idee ook inderdaad de onder beantwoord. Omdat er nog geen scenery ligt tot dat stukje. Dus dat gaat nog eventjes niet. Maar op zich niet een hele grote ramp natuurlijk. Maar goed. Dat gaat nog helaas eventjes niet. Isaac. Die zegt... even kijken. Even mijn schermpje. Zo. Leuke video. Kun je een keer uitleg geven over hoe je een repaint maakt? Ik heb oprecht geen idee hoe je een repaint maakt. Zal ik je dat vertellen? Ik heb echt geen idee. Ik ben er ook helemaal niet in thuis. Dus ik zou het helaas niet weten. Pascal de Klein. Je maakt mooie filmpjes van de trein. Mooi om te zien. Nou, dankjewel daarvoor, Pascal. Ik doe het ook met veel plezier natuurlijk nog steeds. Dus waarom zou ik dat ook vooral niet doen? Gek idee. Het is een dienstregeling van afgelopen donderdag. Daarvoor reden er 2 SLT's op de lijn Hertogenbosch-Deurne. En Eindhoven-Greep-S was eerder Eindhoven-Beukenlaan. Vandaar de omroep. Ah, dat verklaart dan wel inderdaad. Ja, vroeger, toen je nog met de oude omroep reed, dan was dat waarschijnlijk een dingetje. Miketoe, ik zag dat ze afgelopen weekend reden op deze route. Geen idee waarom. Nou, misschien omdat, wat gek idee, net zei je dat het daar mee te maken had. Zo. Dat waren in ieder geval de comments van die video. Dus die hebben wij nu gehad. Betekent dat wij nu vol tractie nog in de gang van Straßburg, om het op zijn Duits gezegd, Nederlands gezegd, Straßburg, kunnen gaan rijden. Wat echt op het randje van Frankrijk zit, Straßburg. Dat is echt op het randje van Frankrijk in staat. Nou, als je de stad Straßburg hebt, dat staatje, dat ligt gewoon, dat grenst ook aan de Rijn. En het stukje van de Rijn, dat scheidt dan ook weer Duitsland en
staatsburg van elkaar. En het dorpje wat eraan grenst, het Duitse dorpje wat aan Straatsburg grenst, heet dan weer Kiel. Ja, zo heet het. Ik heb het ook niet verzonnen, maar het heet Kiel. Ja, doei. En daar heb je een action schijnbaar. Dat is wel geinig. Dat zie ik dan even toevallig. Daar heb je een action. Maar dat is een stadje wat grenst aan Staatsburg in ieder geval. Op zich wel geinig. Kun je zo de grens overgaan. Even ga je de Rijn over. Over een brug die heet Pont de l'Europe. Pont de l'Europe. Of iets dergelijks. Op zich wel een mooie brug. Goeiedag, even aan een brug. Even kijken of ik daar toevallig kan staan met een poppetje. La France. Ja, je gaat gewoon met een mooie... Hoe heet dat? Met een mooie... auto ga je dus de grens over. Oh ja, leuk feitje. In Duitsland mag je dus mag Street View niet rijden. Dat heeft volgens mij met de privacywet van Duitsland te maken. Maar probeer maar eens met een poppetje ergens in Duitsland te gaan staan. Lukt je niet. Google, hoe heet dat? Google Maps is voor me echt nergens in Duitsland te vinden. Ja, wel op een paar stukjes. In Keulen een beetje. Echt, het zijn gewoon... als je dat poppetje beweegt over Duitsland... we gaan trouwens hier wel een cargo train halen. Dat vind ik wel mooi trouwens. Kijk, als je in Hamburg... Dan zie je luchtfoto's. Zie je in Hamburg. Dus als je ergens heen wil, dan... Je ziet ook wel pleinfoto's. Dat zie je ook wel bij bepaalde monumenten of wat dan ook. Wat je zou willen zien. Gaat het nou echt gewoon... Gaan we het inhalen via een geluidsval? Ja, dat is ook flauw. Nou, doei. Leuk je gezien te hebben. Maar dat zijn misschien wel mensen die de Duitsers zelf geplaatst hebben eventueel. Maar moet je maar eens een keer helemaal uitzoomen op Google Maps. En dan zo'n poppetje pakken en kijken waar je het overal neer kunt zetten. Nou, Nederland staat helemaal vol. Frankrijk staat helemaal vol. Maar Duitsland is een plek waar je gewoon nergens dat poppetje neer kunt zetten. Helemaal nergens niet. Dus dat is op zich best wel grappig eigenlijk. Dat je in Duitsland nergens een poppetje neer kunt zetten. Als ik eens even nog verder uitzoom, eens even kijken waar je dan zo'n poppetje neer kunt zetten binnen Europa. Even kijken. Nederland, België. Oh jee. Oh chips. Dit gaat niet lekker. Rem dan. Gaat niet van het punt af? Oh, oké. Okay. Ai. Dit gaat sowieso punten kosten, dit. Heel veel punten. Dat is dus het nadeel waarom je niet met... Al gaan we nog helemaal stil zijn, ja? Hoezo heb ik... Waar heb ik het zandbremsdoen aange... Oh. Ja, zie, dat is dus weer... Dat is dus die... PZB die dus ons inderdaad... Ik was hier al wel een klein beetje bang voor. Daarom dat ik zei van... Nou, ik hoop dat wij het... gaan redden. Maar dat is dus dat ik daarmee bedoel van. Omdat we dus de PZB niet konden activeren. Remmen wij helaas ook niet automatisch. Zijn we klaar? Mooi. Ja, hier was ik al wel een klein beetje bang voor. Dat dit de reden zou zijn dat het niet helemaal goed zou gaan. Nou ja, niet heel veel aan te doen ben ik bang. Het zei zo. Dus die 1000 punten die hadden wij sowieso niet meer. Dan komt dat ik een beetje veel te veel gefixeerd was op dat Google Map verhaal in dit geval. En eigenlijk had ik nu de LCB aan moeten zetten. Dat ben ik vergeten. Dus dat is ook niet heel erg slim. Want ik had eigenlijk gewoon... nou ja. Maakt niet uit. Het kan gebeuren. Weer dat voor een volgende keer ook weer.
Eens even kijken. Nou, zet het nou weer op 140. Dikke prima. Huh? Hoezo speeding? Ik mag 140. Nou ja, als je toch mijn punt wil afpakken, ga je gang. Maar, even kijken. Dus in Europa, je kunt Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal. Zeg maar alles, zo'n beetje zo goed als bijna alles in Europa, kun je dat zien. Behalve dus in Duitsland een paar plekken. Ja, dus dat wel grappig op zich. Had ik op zich niet helemaal... had ik niet helemaal verwacht. Nou ja, dat is... Maar goed, het is nu eventjes weer met een slakkengangetje. Nou ja, 140 is niet helemaal een slakkengangetje. In de richting van Straatsburg. Rijden nog steeds in Duitsland trouwens, maar alleen niet meer over de HSL. En als je even alles op de map zou willen zien hoe het eruit ziet, want we hoeven nu voorlopig toch niet te remmen. Zo ziet het op de map eruit. Dus hier helemaal bovenaan heb je... Wat is dit? Zullen we hier vertrokken zijn? Is dit... Dit is Karlsruhe. Karlsruhe. En dan is hier beneden hebben wij dan... hier hebben wij Straatsburg. Wat hebben wij dan hier beneden eigenlijk? Wat is dit dan? Oftenburg. Zou een van de groot opstelterrein zijn, denk ik. Wel een geinige naam. Oftenburg. Nou, zometeen 120 rijden. Dat zie ik dan gelukkig wel weer op tijd. Maar eigenlijk is het, ben ik ook een beetje benieuwd. Omdat namelijk de Rijn als grens fungeert tussen, tussen hoe heet dat? Moet ik even kijken waar het ongeveer ook zit. Terrein, waar ben jij? Oké, daar. Ja, eigenlijk zouden we dan, als het goed is, moeten we dan met deze trein ook de Rijn overgaan. En dat daar dan ook jouw soort van grensovergang is. Zo, netjes 120 nu. Nu wel. Zo, zometeen weer 140 en dan weer door. Turbo, turbo. Oh, ja, niet voor lang. Straks 400, want het wisselt wel heel veel hier met snelheid. Echt, het weer in Nederland verandert nog niet veel sneller dan dat, maar... Het komt wel aardig dicht bij elkaar in de buurt. Deze rem kan dan wel redelijk snel remmen, moet ik zeggen hoor. Bij die andere Thalys vond ik het erger. Even de cruise control wat lager zetten.
Ja, het duurt. Nou, aangezien dit kill is, zal dat betekenen dat wij, als het goed is, straks over de Rijn moeten gaan. Want dit is het laatste station wat je hebt voor Duitsland. Zo, ik stel even 110, we moeten straks toch weer afremmen, dus dat maakt niet veel uit. Het is trouwens ook een mooi vol, nou ja, ik bedoel, vol met spoor gebouwd. Heel veel verkeer komt hier helaas hier niet tegen. Volgens mij zijn we nu in Frankrijk, dacht ik. Ik heb namelijk, ik zie namelijk de bordjes niet. Ik rijd nou voor de eerste keer met regen. Kijk, hier is dus de brug die over de Rijn gaat. Als het goed is. Oh, wat voor een bordje heb ik hier gemist? Wat voor een bordje miste ik hier? Oh, gewoon 110. Oké. Okay. Volgens mij moet deze nu even op La France. Zo. Als het goed is, we moeten nu in Frankrijk rijden. Ja, je kunt dan die signalenkeer toch een beetje zien. TVM heb ik uitstaan, dus daar kan ik even geen last van hebben. Nou, dus over 4 kilometer zijn we in Straatsburg. Of nou ja, Staatsburg. Of welke, hoe je het ook zo graag zou willen noemen. Wel even de seinen al goed in de gaten houden. Wel leuk dat we hier nog even aan de rechterkant van de spoor rijden. Want normaal gesproken reed ze voor mij vaak meer aan de linkerkant, dacht ik. Net zoals in België. Ja, welke snelheid moeten we straks rijden? Het lijkt een beetje op 60, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen. Even kijken of ik zo meteen iets kan zien over de snelheid die we straks moeten gaan rijden. 30. Nou, ik weet nog steeds niet precies hoe snel we nou straks ergens moeten rijden, in alle eerlijkheid.
Het is ook heel erg vervelend dat je dat gewoon niet weet. Ja, toch wel 30, hè? Kijk, zie je wel. Die heeft even mooi goed gegokt, die 30. Nou ja, gegokt. Gewoon snijd in de gaten houden natuurlijk, maar... Zo. Nou, dan zou je eens kunnen zeggen, we rollen... Met een slakkengangetje rollen wij dan Staatsburg in. Mijn god, hé. Nou ja, dat is voor mij een Frankrijk dingetje, denk ik hoor. Want je hebt nog wel meer routes van Frankrijk waar je met 30 km per uur lekker naar binnen mag rollen. Zo, dames en heren, welkom in het mooie, wel mooiste, wel, echt wel een mooi station trouwens hoor, van Staatsburg. Dat moet ik wel even zeggen. Ik snap alleen niet waarom hij een stuur geeft bij elke keer dat ik rem, maar dat zal wel aan mij liggen, denk ik. In ieder geval, dames en heren, wij zijn aangekomen in Straatsburg. Helaas niet met de volle 1000 punten zoals ik gehoopt had. Mocht je deze aflevering leuk vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn aflevering wil zien, kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.